Een hele goede dag, dames en heren, jongens, meisjes, crypto traders. Mijn naam is Jan-Robert Schut en ik ben co-founder van Crypto Academy. Ik wil jullie vandaag speciaal meenemen voor de crypto trade van de week. En dat is speciaal voor forexinfo.nl. En vandaag wil ik het hebben over XVG, oftewel Verge. Nou, we zien dus dat Verge behoorlijk in elkaar is geklapt. En we zien 12 cent, dollar cent high gisteren en de low is nu onder de 7 dollar cent. Ik denk dat het op zich wel Verge een leuk coin is om te handelen. Afgelopen weken is Verge behoorlijk gestegen van 3 cent naar 12 cent maal 4. En het kwam eigenlijk op neer dat dat te maken had met een vermeende of verwacht persbericht. Ze zouden met groot nieuws komen. Nou, Verge is ook met groot nieuws gekomen. Alleen, het probleem is, de meesten dachten dat dat een nieuwsbericht zou zijn, zijnde Visa. En dat bleek dus niets minder waar, Visa. Dat betekende dus dat dat een beetje tegenviel. Geen Visa persbericht, maar meer een samenwerksverband met Pornhub. Nou, je weet ook dat in de porno-industrie gaat heel veel geld om. Maar heel veel mensen waren dus daar niet van gediend. En zie daar een 40% daling in no time. Nou, ik ben toch een beetje een andere mening toegedaan. Want als je nu zo gaat kijken naar wie heeft nou ook de industrie, zo'n video-industrie, groot gebracht. Dat was natuurlijk met pornofilms. Dat je dus, hoe heet dat nog maar, die van Philips Video 2000. Die waren braafste jongens van de klas. Die wilden geen porno op hun films zetten. Nou, en er werden dus vooruit gestreefd door Betamax, wat geen eens meer bestaat. En VHS ook. Dus met andere woorden, de markt reageert wat negatief. Dus ik hou het even bij de technicals. We noteren nu rond de 6,8 cent. En in deze downtrend is er wat zeer oud zeer misschien uit de markt. En ik denk dat het op zich een mooi niveau is om wat coins op te pakken, wat Verge op te pakken. Nou, als je nou gaat kijken naar de weekgrafiek, ja, dan schrik je natuurlijk wezenloos. Dan zien we dus na een behoorlijke stijging in december van 0,005 tot aan 30 cent zowat, helemaal teruggezakt. Weer 90% eraf en nu wat hersteld. Alleen deze week een rode candle, dat is iets minder. Maar als we nou gaan terugswitchen naar de daggrafiek, dan zien we een aardige beweging. En dat is als je van de low van ongeveer 2 cent naar de 12 cent gaat kijken, zit je nu rond het 50% retracement level van 7 cent. En 61,8% is dan 0,059. Dat is een beetje een steunzone, een laatste steunzone. Rond de 6 cent wil ik op zich wel gaan kopen. Ik koop straks wel een plukje rond de 0,068. En dan wil ik een stop los onder de 5 cent. En dat betekent dus 2 cent eraf. 2 cent erbij is dan 7 cent. Dat is mijn 1 op 1 ratio. En eventueel 9 cent is dan 2 op 1 ratio. Winst-verlies ratio. Nou, ik zie trouwens wel dat Verge dat nog door kan boosten naar de 12 cent of hoger, 16 cent. Dus ik vind dat op zich wel een hele leuke trade van de week. En dan moet ik even snel gaan spieken wat we hebben gezegd vorige week over de trade van de week. De coin van de week voor forexinfo.nl. En moet ik heel erg, moet ik toch een beetje gaan kijken, spieken welke dat nou is geweest. Bitcoin Short, ja, dat was een iets mindere. Moet ik toch even op terugkomen inderdaad. Bitcoin Short, dat was een behoorlijke stijging van 7.000. Is nu 1000 punten erbij. Daarom is het ook zo belangrijk om altijd een stop los in te nemen. Had ik ook aangegeven, 7200 als stop los. Ik had eerder gezegd ook eerder een verdere daling verwacht tot onder de 6000. Alleen de daling die zette niet echt door en we zijn als jack omhoog gegaan. Om aan te geven, ook met long trade op XVG, Verge, dat je gaat kijken naar stop losses. Dus dat je sowieso een niveau aangeeft waar je dus eruit gaat. Dus hou dat goed in de gaten. Tot dusver mijn korte marktupdate van de crypto trade van de week. Tot de volgende.